Suriname treedt toe tot de Haagse Conventie van 1999. Deze conventie is een procedurele indieningssysteem voor de registratie en bescherming van industriële ontwerpen. De administratie van deze ontwerpen wordt gedaan door de World Intellectual Property Organization. Vandaag heeft het Bureau Intellectuele Eigendommen, het valt onder het Ministerie van Handel en Industrie, een seminar gehouden over deze conventie. Het doel van dit seminar was om zowel de publieke als private partners inhoudelijk te informeren over de procedure van registratie, bescherming van industriële ontwerpen en de voordelen van het toetreden tot de conventie. Waarnemend onderdirecteur van het Bureau Intellectuele Eigendommen, Kenneth Codrington, vertelt meer hierover. Heel belangrijk, omdat de Haagse overeenkomst een mechanisme is voor registratie van industriële ontwerpen. Ja? Dat kan gebeuren of plaatsvinden middels een enkele aanvraag, ingediend in één taal. En er zijn ook vaste kosten. Normaal is het zo dat wanneer je bescherming wil hebben met betrekking tot je ontwerp, dat je bij elk lidland waar je bescherming wil vinden of zoeken, dat je dan de procedure moet volgen. En als je bijvoorbeeld in 10 landen wil doen, moet je al die procedure van die landen volgen en zo. Maar bij de Haagse overeenkomst is het zo dat je via één keer maar. Eén keer doe je dat maar. En dan word je beschermd. Suriname heeft reeds een conceptwet intellectuele eigendommen. Om toe te treden tot de Haagse Conventie is het van belang dat deze wet ook hiermee overeenkomt. Codrington vertelt wat onder intellectuele eigendommen wordt verstaan. Het is niets anders dan is een beloning voor de creatie van de menselijke intellect. Ja? Wanneer je iets creëert, je stopt heel wat tijd, energie en ook geld erin. En het niet moet zo zijn dat wanneer je het hebt gecreëerd, dat niet iemand anders het gaat kopiëren. En dan verkoop en zo op die manier dan economische voordelen naar zich toe trekken. De ontwerper, de creator, die moet genieten van die economische voordelen. Waarnemend onderdirecteur van het Bureau Intellectuele Eigendommen, Kenneth Codrington, in gesprek met onze nieuwsdienst. Het ministerie van Handel en Industrie hield vandaag een seminar over de Haagse Conventie van 1999, waar Suriname binnenkort toe zal treden. Het doel is bescherming van industriële ontwerpen. Het seminar is gehouden in het Marriott Hotel.